We zijn hier in Boxmeer bij het hobbycentrum, wat zometeen opnieuw geopend wordt. En ik sta hier bij Peter Ermens, voorzitter hobbycentrum. Peter, heropening van het hobbycentrum. Wat is het verhaal daarachter? Nou, het verhaal daarachter is dat wij uit ons jasje groeiden en dat wij de kans kregen om hier qua oppervlakte te verdubbelen. Dus de buurman ging vertrekken en die vierkante meters kregen wij erbij. En dat vroeg om een grootscheepse verbouwing en daarom nou ook een heropening. Een grootscheepse verbouwing. Hebben jullie mensen ingehuurd of is het dan, we hebben in het hobbycentrum zoveel mensen die kunnen wel meehelpen? We hebben zoveel handige handjes hier, er is geen deskundige. Ja, luister, onze vrijwilligers zijn allemaal deskundig, maar geen externe erbij gehad. Puur de huislift, die is wel door externe gebouwd natuurlijk. En dan praat je over een investering van een dikke 24.000 euro. Hebben we toch kunnen realiseren dankzij sponsoring, maar de rest hebben we allemaal zelf gedaan. Peter, wat houdt een hobbycentrum nu eigenlijk in? Een hobbycentrum is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, gezellig koffie drinken en daarnaast samen kunnen werken aan een hobby. Hoeveel dagen in de week is het hobbycentrum open? Wij zijn 6 dagen in de week open, alle weekdagen van 1 tot half 5 en zaterdags van 10 tot 4. Wat is de leeftijd van de mensen die hier komen? Nou, de gemiddelde leeftijd is 66,6, maar we zijn 18 plus. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat we toch wel boven de 65 zitten, gemiddeld. Hè? Ja. Peter, de kosten die eraan verbonden zijn, wat zijn dat? Nou, de kosten per jaar is 75 euro. He? Dus dan kunnen mensen 6 dagen in de week in een hobby gebruik maken van de machines en van de kleine voorraad spullen die we hebben liggen. Dus ja, dat is eigenlijk een schijntje voor. De hobby's, heel divers denk ik, of niet? We hebben van alles: glazen lood, Tiffany, hout bewerken, metaal bewerken, boekbinden, schilderen, boetseren, edelsmeden. Brengen de mensen zelf het materiaal mee of is dat hier ook te koop voor hun? Materialen zijn te koop, hè. Klei en voor het edelsmeden hebben we spullen op voorraad liggen. Nou, dat kunnen mensen kopen voor een klein bedrag, maar als het groot hout is, dan moeten ze zelf meebrengen. Denk je nou van, hé, dat wil ik even tegen de kijkers zeggen? Nou, ik kom allemaal kijken op de open dag, maar ja, dat zal nog niet meer lukken natuurlijk, want de uitzending komt later. Maar in ieder geval, ik kom eens kijken bij het hobbycentrum. Met alle plezier mag je een paar keer gratis inlopen en dan kijk je of je een hobby kunt vinden hier. Nou, vandaag de heropening. Ik zou zeggen, hele fijne dag en succes. Dankjewel Mientje en tot de volgende keer. Goedemorgen allemaal. Welkom bij Hobbycentrum Boxmeer. Ja, onze open dag. Onze jaarlijkse open dag. Helaas vorig jaar wegens corona niet door kunnen gaan. Maar ja, wat belangrijker is als open dag, is eigenlijk de heropening. En ja, hoezo heropening? Ja, afgelopen jaar zijn wij in vloeroppervlakte verdubbeld. Doordat onze buurman ging vertrekken, kregen wij de kans om de rest te huren. En onze huurbaas, Mantje Martens, wil ik even vernoemen, die staat daar. Die was zo welwillend om ons die ruimte te gunnen. Dus daar zijn we Mantje hartstikke erkentelijk voor. Ja, daarnaast zijn we aan de slag gegaan met een grote groep vrijwilligers. En één daarvan wil ik zeker benoemen. Zonder iemand te vergeten, en dat is Jan Brine eigenlijk, die was de grote trekker van het verbouwingsproject. En ja, daarnaast Piet en Stef en wie loopt er allemaal rond hier? Twan, Jan, Herman, ja jongens, iedereen. Daarvoor hartstikke bedankt. Hè? Dat is keihard gewerkt, applaus hier. Nou ja, nou leek deze open dag natuurlijk een prachtige kans om daar een leuk tintje, officieel tintje aan te geven. Dus vandaar dat wij Willy Hendricks, wethouder sociaal domein van de gemeente Boxmeer gevraagd hebben om het lintje door te knippen. En ja, bij een heropening en een nieuwe start hoort ook een nieuw logo. Dus dat zal zo meteen tevoorschijn komen. Dus Willy, maak jouw vraag om. Ja, dat doe ik heel, heel graag, Peter, want in het verleden ben ik hier geweest. Ik ben ook betrokken geweest, min of meer. En dan kijk ik ook even naar Jan, die een beetje op de achtergrond staat. Ben ik ook betrokken geweest toen het hobbycentrum er eigenlijk moest komen in Boxmeer. Ze hadden al in verschillende gemeentes hadden ze al een hobbycentrum en Boxmeer had niks. Dat kon toch niet? Er was gewoon heel veel behoefte aan een hobbycentrum. Ik weet dat jullie gestart zijn in die wat kleinere ruimte, laat ik het zo zeggen.
Dat ging ook goed. De heer Van den Vollenberg die heeft daar ook zijn steentje aan bijgedragen. Helaas, ik denk dat hij van boven, daarom op die prachtige zon, dat hij van daaruit meekijkt. Maar in ieder geval, dat is toen tot stand gekomen. Ook al door verenigde krachten van jullie en zonder heel weinig subsidie. En vervolgens kwam het verzoek van, ja, we willen toch graag uitbreiden, want het wordt gewoon te klein. Nou, als je dat kunt zeggen, dat je dus zoveel deelnemers krijgt, zoveel verschillende activiteiten, dat je moet gaan uitbreiden, nou, dat is geweldig. Ik heb begrepen dat jullie op dit moment 140 leden hebben. Ik weet, onze burgemeester is ook lid, en zijn vrouw had gezegd, moet je dat niet opzeggen, dat lidmaatschap, want je gaat er nooit heen. Maar, vanaf 1 januari... is ook werkloos, dus ik heb begrepen dat hij zich ook hier gaat voegen. Dus wat dat betreft, weer iemand een actief lid. Rustend lid wordt hij. Hij was rustend lid, maar dat blijft hij niet. Hij komt hier, want hij wil ook voor zijn kleinkinderen wat maken. Nee, maar het is zo fantastisch wat je hier ziet, dat mensen die thuis wat kleiner behuisd zijn en hun apparatuur niet meer kunnen plaatsen, dat dat hier naartoe gaat. En dat die mensen hier terecht kunnen. En ik vind het ook mooi om te horen dat er een aantal mensen zijn die ook dingen schenken. Dus die gaan het niet verkopen via Marktplaats, waardoor ze nog iets extra's geld krijgen. Nee, die zeggen dit is zo mooi iets, wij geven dat aan de hobbyclub. Ik heb zelfs begrepen, Peter, vanmorgen, dat Limburg hier naartoe komt. Dat er een aantal mensen uit Venray, die hebben besloten om met de Boekbindersclub, zeg ik goed. Boekbindersgilde. Gilde zelfs, om zich hier te vestigen. Nou ja, goed, wij zeggen altijd, ja, Limburg, maar vooruit. Limburg van de Brabant komt, dat kan niet andersom, hè. Dus, nee, maar ik bedoel om aan te geven hoe het hier eruit ziet. Dat het zo ook gasvrij is. Je kunt hier terecht wanneer je wil. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Wetende dat er een aantal middagen zijn, heb ik ook begrepen, of morgens, dat er de expertise is voor glas en lood, voor boekbinden, voor, ja, noem maar op. Als je wat extra nodig hebt. Maar hij zei ook tegen mij, ik zeg, zijn er al ooit ongelukjes gebeurd met die machines? Nee, zei, als je er geen verstand van hebt, dan kom je niet aan die machine. Dus ik zei, ja, dan denk ik niet dat ik aan zo'n zaagmachine kom of zo. Dus wat dat betreft, daar wordt ook nog rekening mee gehouden. Nee, maar het is niet zo, je komt hier en je denkt van, ho, ik kan dat wel. Nee, er wordt heel nauwkeurig gelet. Kun je het echt wel? Er zijn vrijwilligers die dat in de gaten houden. Ik kan alleen maar zeggen, voor Boxmeer is dit een geweldig initiatief, een geweldige aanwinst. We zijn er heel erg blij mee dat we dit hier nu hebben. Jan, en ik kijk ook naar meneer Martens. Ik weet niet wanneer de volgende uitbreiding is, of wij dat nog allemaal meemaken. Maar dit hebben jullie voor elkaar gekregen, samen met meneer Martens ook. Maar ik zou zeggen, heel veel, ook toen ik hier aankwam trouwens, toen dacht ik, hè? De opening is toch pas 11 uur, maar het was al zo druk. Ik zie hier mensen al heel actief bezig. Ook jongere mensen. Ik vind het fantastisch. Jullie doen geweldig werk. Ga zo door en ik hoop van harte dat het aantal leden nog toeneemt. Heel veel plezier. En ik ga nu, want ik heb de schaar al lang in handen, ga ik een lintje doorknippen. En dan zien we allemaal het nieuwe logo. Heel veel plezier. Proficiat wat jullie hier neer hebben gezet. En we gaan weer naar de koffie. Ik maak het lintje, knip ik door en dan... Zegt u maar, welk lintje? Voorzitter. Nou, waarom moet u beginnen? Deze even losmaken. Ja. Ja? 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 Oh, de voorzitter helpt. Ja. Je gaat tussen de fiets. Oh, en dan mogen we gaan trekken. Ho. Nergens aan trekken, zegt u. Alles in de hand, hè? En nu? Biedt hem die nog wel? Ik zit daar in de midden. Dan ga ik even aan de kant staan. Nu pas? Ja. Elk kleedje. Ja. Nee. Ja, het is een mooi weer. Ja, man. Nou, moet je helpen. Wie heeft dat gedaan? Ik ga nog even nabranden, want ik ben net even nabranden. Onze trouwe sponsoren natuurlijk vergeten. En een van onze trouwe sponsoren is ook de gemeente Boxmeer. En zijn we de gemeente heel erkentelijk voor. En goed, als we willen dat het voort blijft bestaan, dan zou ik zeggen, Willy, hè?
Blijf zitten. Ik doe mijn best. Mensen, allemaal bedankt. Iedereen bedankt. En nog een fijne dag verder. Ja. Mooi. We zijn hier bij de afdeling edelsmeden sieraden maken. Kijk, wat hier op tafel ligt. Martin is een van de trekkers hier. Die kan er van alles over vertellen. Martin, dat is allemaal zelf gemaakt hier. Hè? Hier zijn we de afdelingen sieraden maken, sieraden slijpen. Kijk, hier heb je een slijpsteentje. Er wordt zometeen een steen opgelegd en dan wordt hartstikke mooi geslepen. Tot het in een hangertje komt, hè? Of in een ring wordt gezet. Dus edelstenen. Kijk, hier liggen bijvoorbeeld onderzetters van oude bekers. Hè? En die worden weer geslepen tot steentjes. Dit is de afdeling boekbinden. Die zien we beneden dadelijk ook nog terug. Hier staat aan de rechterkant een prachtige mooie pers. Hè? Hoe het werkt moet je mij niet vragen, maar het is een prachtig apparaat. Dus boekbinden, hier kun je een voorbeeldje. Die drukletters, dat hebben ze met de boekbindtechniek hebben ze hier gemaakt. Ja. Nou, hier zie je dus wat wij de loop der jaren gemaakt hebben aan nestkastjes, onder andere voor de IVN. Hè? En dan krijg je een opdracht voor bijvoorbeeld 100 kastjes te maken. En dan krijgt het hobbycentrum een kleine vergoeding voor. En deze zaken zijn nu ook te koop vandaag. Ja, kleine houtbewerking noem ik het maar. En hier is Huub bezig met gutsen en met zagen. En je maakt allemaal kleine blokjes en uiteindelijk legt hij de hele puzzel in elkaar. Of Martin, Theo Jacobs bezig met houtsnijwerk. Klein ambachtelijk werk zoals je ziet. Nou ja, de mooiste dingen zijn hier gemaakt. Hier zijn we de afdeling Fineer. Jan Vergerven is er hartstikke druk mee. Dit is een portretje van Moonshow. Ik herken dit straks, ik ben er zelf ooit een keer geweest. Dus ik zeg van god, kom me zo bekend voor. Ja, zie Jan, dat is Moonshow. Dus allemaal Fineer, kleine stukjes. Nou, hier zie je allerlei voorwerpen die gemaakt zijn op de houtdraaibank of met de hand. Ik weet het niet, maar ik denk op de bank. Die is niet gedraaid, hoor. Die is niet gedraaid, nee, dat lijkt me ook niet. Maar dit lijkt me wel gedraaid. Nou, hartstikke mooi, dus dat kan hier ook allemaal, hè, op de houtdraaibank. De reparatieafdeling van het hobbycentrum. Laatste zaterdag van de maand hebben we een reparatie inloop. Kunnen mensen met klein huishoudelijke apparatuur die defect is, kunnen hier komen. En dan is het eigenlijk de bedoeling van samen te repareren. Leerlingen metaal bewerken. Hier zie je een kolomboor staan, een slijpmachine, een schuurmachine, een lashoek. Deze kant nog een zaagmachine, een metaal draaibank en een metaal frees. Dus hier kun je dus met metaal uit de voeten. Ja, dit is de afdeling koperslaan. Hier is Joop van Dijk nogal actief. En die maakt dus koperen voorwerpen, gebruiksvoorwerpen. Ja, wat er aan de muur hangt, ja, je ziet het al, hè. Dat gebruiksdingetjes. Houtafdeling. We hebben hier een meubelmaker in dienst, lijkt het wel bijna. Hè. De mooiste houten meubeltjes zijn hier gemaakt. Een leuke Volkswagen. He, retro, Volkswagen T3 zou ik zeggen. He. Vogelhuisjes worden hier gemaakt, vogelvoederhuisjes. Ja, dat kun je allemaal en hoofdzakelijk met afvalhout. Dus dit kun je maken van afvalhout. Hier zijn we het atelier. Daar zien we dus aan deze tafel zijn dames bezig met Tiffany. Tiffany lijkt natuurlijk op glaslood, maar dat is het niet, want dat is vloeken in de kerk. Dit is Tiffany en de glaslood zien we daar achter. Deze mevrouw is bezig met kaarten maken. Hè? De voorbeelden liggen daar op tafel. Dus die maken 3D kaarten en van alle prachtige vormen van wenskaarten. Dus voor elke gelegenheid is er wel een kaart te maken. Ja, boetseer kunnen we beter doordoen. Achterzitten. Afdeling tekenen. Bart is heel druk hier met een tekening. Nou ja, goed. De mooiste dingetjes. Hè? Volgens mij op woensdagmiddag is Bart vaak hier. En wordt er dit soort tekeningen gemaakt. Hier zijn we de afdeling boetseren. Hieronder op de tafel ziet daar staan hè, de prachtigste kunstvoorwerpen en uitingen. Maar ook ja, sieraden daar in het rek. Hè, dat kun je dus ook maken van klei. Hè. Dus wordt gebakken hier in de oven, wordt geglazuurd. Dus als je een keer een leuke hanger zou willen hebben, kun je ook hier maken. Een glazen lood. Hè.
Dus met name Piet Graat is er heel erg druk mee en die maakt de praktische glas- en loodpaneeltjes.